Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben te maken met een westelijke stroming, dus we krijgen in de loop van de dag meer bewolking. In Limburg kan vanochtend de zon nog af en toe doorbreken, maar verder is het veelal bewolkt. Vooral in het noorden valt vanochtend af en toe wat lichte regen, motregen. Het waait flink vanuit het zuidwesten, een harde tot stormachtige wind aan zee met zware windstoten van zo'n 90 km per uur zijn er dan mogelijk. Vanmiddag wordt het 9 tot 11 graden. En het wordt op steeds meer plaatsen nat. Vanavond is het bewolkt en regenachtig en het waait flink. En ook morgen overdag zien we veel wolken met van tijd tot tijd regen. Het kan soms stevig doorregenen. Pas later op de dag wordt het van het noordwesten uit wat droger. En het wordt morgenmiddag 8 of 9 graden. Zondag hebben we overdag wat droge perioden, maar later gaat het van het zuidwesten opnieuw regenen en het wordt op een graad of 8. Maandag en dinsdag hebben we opnieuw wisselvallig weer met temperaturen aan de hoge kant voor begin februari. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.